In Kortrijk heeft de tweejaarlijkse beurs Classica de deuren geopend en dat gebeurt in het bijzijn van heel wat gekende gasten. Classica is de biennale voor top interieur en decoratie. Thema dit keer is de stoel. Zo stellen een aantal prominenten hun favoriete stoel tentoon. Onder hen kunstkenner Jan Hoed, fotograaf Lieve Blankaert, bioloog Dirk Drouwlands en ook de Amerikaanse ambassadeur. It's an American crafts chair from Mackenzie Childs. It was in our home in Washington. We brought it to Belgium with us. It's one of the few pieces and it shows American craftsmen. And so it's a perfect time to fit. Ook verzamelaar en binnenhuisarchitect Benoit Vliegen stelt stoelen tentoon. Classica heeft mij gevraagd om rond de stoel, wat dus het thema is van de Classica beurs dit jaar, vandaar een tentoonstelling rond te maken. En het is mijn visie over de stoel doorheen de geschiedenis, maar met mijn persoonlijke touch, hoe dat ik de stoel zie, een beetje de evolutie van de stoel, gelijk daar van Lodewijk 13, 14, 15 naar Louis Ghost. En eindigend met een stoel van Delphine Boël. Met de stoel legt Classica ook de nadruk op de ambachtskunst. Zo tonen meester ambachtslieden hoe ze exclusieve stukken vervaardigen. En voor sommige genodigden is dat de ideale gelegenheid om iets unieks in huis te halen. We zijn eigenlijk gekomen om nieuwe dingen te zien en ook de kunst uiteindelijk. En vandaar dat we ook hier zijn op deze stand. We hebben een mooi beeldje gezien, dus we gaan kijken of dat ook past bij ons thuis. Classica verwacht meer dan 30.000 bezoekers.